Yo, dat gasten, welkom bij deze nieuwe Bio Movie. Vandaag gaan we het hebben over iets waar iedereen mee is opgegroeid, namelijk Disney. Jazeker jongens, Disney, want in elke Disney film zit wel een hele wijze levensles. Alleen bij al die wijze levenslessen horen nog 500 triljoen miljoen andere lessen die iets minder wijs zijn. Dus daarom gaat de video vandaag over slechte levenslessen uit de Disneyworld. Mocht je het niet in willen, dan moet je gewoon rijk, charmant, knap of beroemd zijn. Wat zeg ik, of beroemd? Je moet ze gewoon allemaal zijn. Er is geen manier om een chick te scoren als je niet die dingen bent. Kijk naar Aladdin bijvoorbeeld. Hij was dan wel knap en charmant, maar hij had het geestje nodig om rijk en beroemd te worden. En dat werd hij en toen kon hij eindelijk Jasmijn. Mocht je ooit een dier tegenkomen in het bos, praat er gewoon tegen. Alle dieren in de Disneyfilms praten ook gewoon Nederlands, dus kunnen hun dat ook. Stel je bent een meisje en je ligt midden in de nacht te slapen en er komt plotseling een raampje open en er komt een jongen door je raam naar binnen. Oh, dat is cool, je moet vooral niet gillen, schreeuwen of wat dan ook. Nee. Het is midden in de nacht met een onbekende jongen in jouw kamer. Nee, gewoon vooral meegaan met die Peter Pan. Van Aswapoester heb ik wel geleerd dat als het leven kut is, dan heb je gewoon pech. Dan moet je hopen dat er ooit een keer magie ergens voorbij komt en dat je de weg kan, maar voor de rest ben je gewoon de lul voor de rest van je leven. Niks aan veranderen en hopen op magie. Van de 101 Dalmatiërs hebben we iets heel makkelijks geleerd, namelijk gebruik altijd een condoom. Straks heb je ook 101 kinderen. Pff. Van Bella en de Beest heb ik wel geleerd dat vrouwen het heel sexy vinden om ontvoerd te worden. Jazeker, ook nog een keer agressief behandeld te worden en beledigd te worden. Al die dingen doet de beest namelijk en Bella, die domme kut, wordt daar ook nog verliefd op. Hoe kun je bellen? Hoe kun je? Je bent ontvoerd. Als je iets wilt bereiken in het leven, zoals een heel sterk gespierd lichaam, nou dan moet je niet trainen. Nee jongens, je moet gewoon gaan zingen. Pak Hercules bijvoorbeeld. Hij begon heel klein, zong een liedje en boom! Hij werd in één keer super groot. Hetzelfde geldt voor Tarzan en Mulan. Mulan die zong ook een liedje en was in één keer goed in het leger. Van alle Disney-prinsessen en met name Doornroosje heb ik wel geleerd dat als je 100 jaar in coma ligt en je wordt wakker gekust, blijf voor altijd bij die persoon. Er is no way dat dat huwelijk verkeerd af kan lopen. Toch? Dus mocht je een eenzame fapper zijn die gewoon thuis zit, ja, zoek een chick op die aan het slapen is, kus haar op de bek en ze is voor altijd van jou. Van Tangled, oftewel Rapunzel, leren we allemaal dat je nooit naar de kapper hoeft te gaan. Fuck die persoonlijke verzorging. Iedereen houdt van als je lang haar hebt. Want als je haar hebt van 30 meter, dan gaat het plotseling gloeien. Stel je vond Alice in Wonderland echt heel erg leuk, dan heb ik goed nieuws voor je. Ga gewoon aan de drugs. Ik kan hier niet meer woorden aan vuil maken. Alice in Wonderland is gewoon één hele grote LSD Jonko pillentrip. In de kleine zeemermin zie je dat het perfect oké is om een deal te sluiten met de duivel en vervolgens de deal die je maakt te verbreken door je vriendje op te zetten en te zeggen dat hij Ursula moet vermoorden. Godverdomme Ariel, je hebt een deal gesloten met de duivel. Dat ging een beetje fout omdat je eigen fout is. En vervolgens moest Erik de rommel van Ariel opruimen. Het is echt gewoon, dit is een basisrelatie tussen een man en een vrouw. Van Pinocchio heb ik geleerd dat je best wel kan liegen als anderen er maar voordelen van hebben. Ik kan me best indenken dat als ik een vriendin heb en ik ben Pinocchio, dat ik een paar keer moet liegen voor mijn neus. Oké, wink wink, jullie snappen hem al. Als je ooit, maar dan ook echt ooit in je leven familieproblemen hebt, ik noem maar wat, je gooit per ongeluk een of andere magische sneeuwstraal op je zusje, sluit je dan af voor de rest van de wereld, in ieder geval voor 10 jaar. En ook al staat je zusje 10 jaar op rij elke dag voor de deur met de simpele vraag of jij een sneeuwman wil bouwen, fuck haar. Blijf lekker op je kamer zitten, misschien heb je daar wel goede wifi. Er is geen prins geweest in geen enkele Disney film die een lelijk wijf gaat redden. Van Tarzan heb ik wel geleerd dat je nooit mensen mee naar huis moet nemen. Nee, want mensen die vermoorden je hele familie. We hebben het al gehad over Pinocchio, maar de klokkenluider van de Notre Dame die was de hele film verliefd op een meisje en aan het einde van de film had hij niks. Nee, hij is gewoon te lelijk om een vriendin te krijgen. Dus als je lelijk bent, doe geen moeite. Je krijgt toch geen vriendin. Zelfs hij niet. In Pocahontas leren we een hele belangrijke les over liefde. John Smith die vangt namelijk de kogel voor de vader van Pocahontas. Hij wordt geraakt in zijn borst en wordt vervolgens afgevoerd. Dat is ook kut. Geen happy ending, geen liefde, niks. Vang vooral geen kogel als jij bij je geliefde wil blijven. Van Sneeuwwitje heb ik de basis geleerd om uit te gaan. Namelijk, let altijd op waar je je drankje zet. Sneeuwwitje had haar appel namelijk even weggelegd, keek om en vervolgens nam ze een hap van de appel en ze flikkerde zo op de grond. Oftewel, GHB in je appel, bitch. Let gewoon op met waar je alles zet, ook tijdens het uitgaan, voordat je iets in je appel of in je drankje hebt. Misschien vraag je af, Bardo, hoe kan het dat jouw rechterarm zo gespierd is? Jongens, dat komt allemaal door Aladdin, want in Aladdin heb ik namelijk geleerd, je moet altijd blijven wrijven totdat er wat uitkomt.
In Mulan leren we dat het Chinese leger raar is. Oh mijn god. Mocht je geadopteerd zijn, kijk vooral de film Hercules. Want wat doet Hercules als hij erachter komt dat zijn ouders niet zijn biologische ouders zijn? Hij zegt gewoon direct, fuck jullie twee, ik ga naar dat pratende standbeeld van Zeus, want dat is waarschijnlijk mijn echte vader. Hij laat gewoon zijn nieuwe ouders direct vallen als hij erachter komt dat hij ook nog andere ouders heeft. Wat een lul. Stel je vindt een levensgevaarlijke alien die iedereen op een eiland zoals, ik noem maar wat, Hawaii kan vermoorden. Neem hem vooral in huis. Die alien kan het hele fucking eiland opblazen, maar daar draait het niet om. Nee jongens, het draait allemaal om Ohana, liefde, familie. Want met liefde kan je echt wel weer zo'n nieuw eiland kopen als die alien het kapot heeft gemaakt. Denk eens na. Oceaanvervuiling is super jongens, dit is echt geweldig. Flikker vanavond nog je hele spullen in de oceaan. En misschien vindt Ariel van de kleine zeemermin wel al jouw spullen. En dan kan ze die weer gaan sparen in dat kutschip waar ze zit. Want alles wat in de oceaan valt, vindt Ariel toch mooi. Nou, hier heb je wat olie erbij, kut. En bedankt voor het kijken naar deze nieuwe top 25 over Disney. Stuur deze video vooral door, pak de link hierboven en stuur hem al je vrienden via Twitter of Facebook. Zet hem gewoon op de timeline van mensen die van Disney houden. Of stuur hem door via Twitter naar mensen die van Disney houden. En daar maak je me al blij mee, maar je kan me ook heel blij maken door een groen duimpje hier beneden te geven. En als je daar beneden toch actief bent, ja, ik wijs heel wat anders dan daar beneden. Ja. Nou ja, maar als je daar beneden dan toch actief bent, klik dan ook vooral op abonneren. En dan ontvang je wekelijkse video van mij. Dus ja, geef vooral een groen duimpje, abonneer hier beneden en stuur deze video door naar alle vrienden die je hebt. Ook al zijn dat er maar 1 of 2. Bedankt voor het kijken naar deze Spiksplinter nieuwe Banjo-movie. En gasten, ik check jullie later!